naar Drien wil gaan. Eens kijken hoe het met onze kussens bekleden gaat. Oké, okay, en wat ben jij aan het doen? Enjoy life. Nou, geniet van het leven met lage ruggen. Nou, goedemiddag. Daar zijn we dan. Nou, het is wel aardig opgeruimd zoals je ziet. Internetnetwerkje aan het maken voor de schermen. Dat ze met elkaar praten en vooral dat je ze op afstand kan uitlezen. Ja, we hebben de buurt, even kijken. Ja. Het echt is nog veel groter dan de video. Maar dan zie ik allemaal pagina's. Ja. Dan heb je energie. Nou, dit is beneden deks, hè? Die heb je net gemaakt. Ja. Moet je goed opletten als je een televisie bestelt, dat er een VESA-maat bij de bestelling is. Oh, er komt er nog een. De rondepoef. Ja joh, dat is voor de slaapkamer denk ik. En het zit nog lekker ook hoor, een nieuwe schuim erin. Ja. Oh, ook nog? Ja. Nee, dankjewel. Nee, ook niet. Nee, ik heb bij de vorige al 2-3 bakken op. Oh, wat gezellig daar. Ja, veel hoor. Zijn geland bij Dreamwell. Ik ben op pad gestuurd. Zoals jullie hebben gezien ging Erik de boot op zijn plek leggen. Dus, want de tank zat vol. Dus hij legde weer op zijn stek. En nou, ik zou even dan naar Dreamwell gaan. Eens kijken hoe het met onze kussens bekleden gaat. Nou, ben benieuwd. Nou, ik ben bij Sabina. En die is aan het uittekenen, aan het knippen. Nou, ik ga eens even bij de kijker. Hoi Sabina. Hi. Nou, je bent aan het tekenen. Ja. En dan heb jij dat van, ja, hoe moet ik dat zien? Je hebt een stuk, nou het hele grote stuk. En dan ga je knippen. Maar ja, het moet natuurlijk wel uitgemeten zijn. En ja, in principe komt van een mal. Alles nu uitgemeten. Ja. We hebben nu alles heb ik op de stof getekend. En nu ga ik het uitknippen. Ja. Dit zijn van de ronde ruggen. Het is precies ook een beetje uitgemeten, zeker qua stof, dat je niet onvoordelig knipt. Ja. Dat is ook wel. En hoe lang doe jij dit werk al? Als ik vraag mag. Ik werk hier bijna 4 jaar. In april 4 jaar. Ja, dus dan weet je wel. En heb jij dit werk altijd gedaan? Of? Nee, ik heb. Wel altijd in confectie gezeten, maar ik heb ook wiegbekleding gemaakt, ik heb ook vlaggen gemaakt, ik heb zonwering gemaakt. Ja, dan heb je dus wel heel breed, ben heel jij. Veel. Ja, heel veel. Nou, kijk eens. Oh, ik ben ook even benieuwd. Ik heb het nog niet op een grote lap gezien, dus ga eens even kijken aan de andere kant. Nou, ik blijf het mooi vinden. Oh, het lijkt net een poortje van een boot. En dit zijn dan de ruggen, hè? Wat ja, jij zei. Ja, dit zijn de ruggen. Hoe ziet het, komt die nou zo? Mooi. Ja, mooie kleur. Hier komt het vlak nog tussen. Ja. Hier aan de andere kant. Nou, ik kan wel zien dat jij het vak verstaat. Knippen gaat je goed af. En dan zeg maar, hier doe je het knippen en dan gaan we zo gaan we een stapje verder. Ja. Want ik zie daar natuurlijk de werkplaats waar ook van alles aan de hand is. We zijn allemaal met matrassen bezig. Ja, het is wel super service dat het zo snel kan hoor. Ja. Echt helemaal gaaf. Het is best wel heel druk. Ja, dat gelukkig maar. Maar het is inderdaad, nou. Deze, die komt dus dan straks tussen gestikt. Ja. En dan worden de zijkanten erop gezet. Ah, oké, okay. Nou dat is dan een kussen. Een rugkussen. Een rugkussen. Heel mooi. We moeten natuurlijk alles combineren. We hadden de vloer. En die past daar prima bij. Ja. Ja, zeker helemaal mooi. Nou, gaaf.
En nu? Ja, neem je alles mee? We nemen het mee. Opvouwen, dan gaan we naar een volgende afdeling. Kijk, oh kijk, je collega zit al druk aan het... Die is met de rug bezig. Zo dan, nou. Druk, druk, druk. Oh, al heel mooi zo. Kijk hoor. Nou, professioneel, mooie naaimachines. Ik vind het wel knap, hè? Want het moet natuurlijk allemaal op maat, want dan moet het precies om de kussens heen passen. Ja. Dat is een beetje ruimtelijk inzicht. Ja, een beetje inzoomen. Het zijn speciale naaimachines, hè? Ja, het is wel echt topwerk. Nou, Sabina die heeft het wel helemaal onder de knie. Het is, ja, ik vind altijd, ik heb zelf ook kledingen zo gemaakt. Je kan niet elke keer mistikken. En straks moet het ook allemaal weer passen. Ik vind dat toch wel heel knap. Want, ja, kleding is wel iets. Ja. Want nu ook, hè, dat machine. Bedien jij dat dan met je voet? Ja. Of oké, okay, er zit een pedaal aan. Dat zijn wel mooie machines. Ik zie hier een, dit is een of andere computer. Die ja. Staat nu allemaal op drieën. Heeft dat te maken met bijvoorbeeld de dikte van de draad, naad, hoeveelheid? Dus wat staat daarop? De lengte, het aantal steken afhechten. Oké. Okay. En dan zijn jullie net als je collega bezig, want dan zie ik al, hier zie ik allemaal stoffen. Dan zie ik een hele stapel. En je collega is ook hard aan het... werk op de machine en dan straks gaat het om de hoed of om de kussens heen. Ja, dan beneden gaat het allemaal naar beneden weer. Ja. En dan het schuim op het hout gemaakt. Ja. En daar gaan de hoes omheen. Daar zijn we nu druk bezig. Want ja, Sabina, hebben we net is goed bezig, maar hier is Kasia, collega. Hi hi. En jij bent met de ruggen bezig. Ja. En jij doet dit werk ook al lang? Of? 6 maanden. 6 maanden? Ja. Nou, het gaat je goed af. Ja. Je hebt ook al een hele stapel klaar. Nou, heel erg leuk. Een beetje. Ja. Dus jij doet ook dit of doe je ook net als je andere collega de bedden? Je doet ook alles. Ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, ik zeg, ik vraag het altijd van of we op de film willen. Dus vandaar. Nou, Kasia, jij ook bedankt. Hey, ik zit straks op kussens en heb jij dan ook aan meegewerkt. Helemaal leuk. Dankjewel. En dat is dan onze vriendelijke meneer die ik net al zo druk bezig zag. Ja, met de man. Die doe je in principe ook altijd alles. Alles, ja. Hi Osman. Hi. Jij doet ook alles. En jij bent nu bezig met hoezen voor matrassen. Hoezen voor matrassen lopen. Nou, dat gaat snel. En dit zijn dan de hoezen. En nu maak jij er lint op dat het niet gaat trekken, denk ik. Een rits komt erin. Een rits. Ja, die komt ertussen. Dat wordt een blauwe deel. Ja, ja oké. Okay. Dit is dit blauwe deel. Ja. Er komt dus een rits tussen, ja. Dat het makkelijk van elkaar af. Oh, ik zie het daar liggen op de... Ja. En heb jij er dan al, mag ik wat vragen, heb jij er dan al zoveel gemaakt? Ja. Echt waar? Om door te snijden. En hoe lang ben je daar nou mee bezig? 2 dagen. 2 dagen? Nou, ik vind het knap hoor, jij gaat echt snel. Dus zo werkt het en dat komt straks onder matras. Zo dan. Hey. Nou, leuk dat ik even bij je mocht kijken en filmen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Sabina, ik ga even op zoek naar mijn oude kussens. Prima. En leuk dat ik ook even je collega's mocht interviewen. Ja, toch? Helemaal leuk.
Nou, ik zie jou morgen, denk ik. Is goed. Oké, okay, jullie ook. Bedankt, hè. Doei, doei. Oké, okay, wat, en wat ben jij aan het doen? Deze meneer die is, die doet heel veel werk, hoor ik net. En dan ga jij met kussens gooien. Kussengevecht. Kussengevecht, oké. Okay. Nou, het is in ieder geval goed zweert hier dan. Dat bedoel ik, hè? Dat bedoel ik. Ik ga even op zoek naar, naar Ruud. Ik zal even kijken of de deur open is. Oké. Okay. Oh, die is leuk. Die is grappig. Nou, Frans, we zijn in de loods. We hebben een hotel in Amsterdam, 600 kamers mee. Gaaf. Nou, hier zijn we in het magazijn. Nou, die wil niet gefilmd worden, die meneer. Nee, dat doe ik die, ook niet. Die is helemaal incognito. Oké, dat doe ik niet. Ik ga gewoon met jou mee. Oh, dat is die meneer van de Elektra. Die heb ik wel gezien, hè, daar straks. Nou, hier gebeurt het allemaal. Ah, hier hebben we. Tadaa, daar is Ruud. Daar ben ik. Ruud, waar zijn mijn gesloopte kussens? Heb jij net heel vaak mee gemaakt, toch? Ja, ik ben net bij Sabine geweest. Ik heb gezien dat ze onwijs mooie hoezen hebben zijn te maken. Maar ja, nu moet ik bij jou zijn, want jij gaat ze erop maken. Jij gaat ze eromheen. Ja. Ja. En jij wil jouw overleun zien? Ik wou zien hoe die oude meuk eruit ziet. Hey, is er nog wel, hey, kunnen we er nog wat mee? Nee. Hey. Oh, nou, dan houdt het op. Nee, dat wordt helemaal afgevoerd. Hé hey, Ruud, dan doen we gewoon zo'n stukje eromheen. Gaan we op zo'n ding zitten. Nee, want ik hoorde dat morgen, dan zou jij het eromheen gaan. Ik ga het daar morgen aan meteen. Oké, nou, dan ben ik wel benieuwd. Kijk, maar jouw kussens die zien er nou zo uit. Nee joh, gekheid. Ja, zijn dat mijn kussens? Nee, dit niet. Maar dat is precies goed. Het is allemaal in stukken gemaakt en dat wordt allemaal gerecycled. Oké. Okay. Kijk daar. Oh, dat is van die, dat is dan dat oude spul. Ja, en dat roze wat er ligt, dat zijn jouw oude kussens. Oké. Okay. En die gaan, hup, worden gerecycled en hergebruikt. Daar draaien ze vlokken van, een klein stukje. Oh, oké. Okay. En wat krijg ik nu dan? Ik krijg toch wel kussens, hè? Ik zit er niet op een plank dadelijk, hè? Nee. Wat hebben ze nou? We gaan met Ruud mee, want Ruud weet het. En dat is dan nieuw? Dat is nieuw. En dan loopt hij dik van voren. Ja. Het dunne van achter, waar lekker achterover zit. Ja, dat beter. Dat doen we met de rugleuning ook. Ja. Ja, helemaal top. Oh, dus dit wordt mijn nieuwe... Dat wordt de nieuwe vulling. Oh, nou, wat lekker zitten zeg. Oh, spannend. En dan wordt die rugleuning van hetzelfde? Dit ook? Of wordt dat dit? Die wordt van dit materiaal. Oh, die wordt van dat materiaal. Wat is dan het verschil? Wat is dit voor het zitten? Dit is voor de rug? Dit is Pantera. Ja. Dat is een heel dure schuimsoort. Ja. Dit is gewoon koud schuim. Wat wij, oh, dat is dan... En dit is nog iets zachter, zodat je daar wat verder in wegzakt. Oké. Okay. Lekker. En morgen ga je daar aan beginnen? Ga ik morgen aan beginnen, ja. En als ik dan zeg maar morgenmiddag hier ben, dan kan ik even bij jou komen kijken hoe even kijken hoe verder we gevorderd zijn. Oh, leuk. Dan kom ik morgenmiddag terug. Ja. Want dan zijn ook die dames boven en zijn ook klaar. En dan kom ik kijken hoe jij dat eromheen doet. Zodra ik de planken terugkrijg naar beneden, dan kan ik beginnen met het schuim te snijden. Oké, okay. Nou top. Zie ik jou morgen. Er gaat aardig wat in, zoals je ziet. Oh, is dat allemaal voor ons? Oké. Okay. Ja. Ja, het waren ook twee banken. Twee grote banken, hele grote. Nou, Ruud, ga ik jou morgen zien. Is goed. Spannend. Oké, okay. Hey, toppie. Hey, toppie. Enjoy life. Nou, geniet van het leven met lage ruggen. Dream wel. Hij is leuk. Nou, Marcel, ik ga er vandoor. Goed. En ik heb met Ruud afgesproken dat ik... Ik doe het even zo. Dat ik morgenmiddag... Dan kom ik weer hier naartoe. Om te kijken hoe het, zeg maar, Ruud het allemaal gaat bekleden. Nou, helemaal goed. Dus dan ben ik er morgen weer. Nou, mooi. En weer bedankt voor je gastvrijheid. Ja, het blijft heel interessant. Ja, ik vind het echt heel interessant. Oh, nou, leuk. Superleuk. Ja. Dus je ziet me morgen weer. Toppie. Hey, doei je. Oké, okay. Groetjes. Nou, goedemiddag. Ja. Daar zijn we dan. Nou, het is wel aardig opgeruimd zoals je ziet. Erik zegt net, als Martijn vertrekt, dan is het opgeruimd. Ja. Dan is de boot leeg. Het duurder dan, denk ik. Wat zei je, Martijn? Het zal nog even duren dan, denk ik. Ah, het zal nog even duren. Nou, daar heb ik niet zo moeite mee, hoor. Je zit mij niet in de weg op je kruk. Maar even, loopt het een beetje? Gaat het een beetje? Lukt het een beetje? Ja, zeker. We lopen heel goed. En we zitten ook prima.
Ja, mooi. En, jij hebt de beste stoel. Nee, we hebben een leeuwpaarden op schema. Ja, mooi. Ook gaaf. Nee, vrouwtje wel. Nou, wat ben je allemaal dan hier? Ja. Gisteren heb je natuurlijk met je McDonald's oorklepjes gasolie gebeurd. En nu ben je aan het knippen en plakken en aan het doen. Ja. Wat ben je nu aan het maken? Internetnetwerkje aan het maken voor de schermen. Dat ze met elkaar praten en vooral dat je op afstand kan uitlezen. Ja. En updaten. Ik vind het wel slim hoor, dat je dat allemaal kan. Ik snap het niet. Ja, ik heb thuis ook zo'n Kevin. Ik heb zo'n Kevin en snap ik ook nooit van wat hij doet. Doe ik altijd ja. Dus doe ik nu bij jou ook ja. Nee, ik duidelijk. Ja. Maar wat denk je? Een weekje of twee? Nee, met ketel en alles op. Ja, dat wel. Hoezo? We krijgen een mooie ketel. Ja. Een nieuw keteltje moet er nog hebben. Lampjes buiten. En, ja, die TL-spots moeten weg. Die zijn de schoenen er binnengekomen vandaag. Zijn die lelijk? Ja, die zijn lelijk. Maar die zijn schoenen binnengekomen. Ah, nice. Nou, ik... Morgen waarschijnlijk wat dan doen. En wie is die medestrijder die daar staat als Hans? Hans, hè. Dat is de man van MP-bus. Van wie? MP-bus. Dus even bij die Hans kijken wat die anders is. Niet de stadsbus. Eentje naar voren. Dit is... Ja, eentje naar achteren. Oké. Nou. Even kijken of dat werkt, want dit zou denk ik de ankerlichten zijn. Dat zijn de ankerlichten, ja. Denk ik. En Martijn weet wat dit is. Ik weet niet meer. Dat zijn de bielspompen. Ja, bielspompen, ja. Dus als je bielspomp aan zou zetten, zou die het lampje gaan branden. Ja. En met wie deel je deze wijsheid? Ja, met Hans. Met Hans. Zo, en wat ben jij allemaal aan het doen als? Ik ben deze scherm wat maken. Kijk dan, mooi. Dat is mooi zeg. Zal ik even? Ja. Nou, doe jij maar dichterbij. Ja, je wilt dat ik ga vloggen, dus. Oké, dat is wel vet. Hey, zijn dat die scherpjes die zo lang onderweg waren, de kapotte doos? Ja, die waren door de GLS was er overheen gereden. En die, gelukkig waren ze nog heel, maar... En jij bent Hans van? Hans. Nieuwenhuis Special Projects. Hoe? Nieuwenhuis Special Projects. Oké. Okay. En je mag reclame maken. En ik doe... Je hebt geen werk? Je zit nog op werk te wachten? Nou, ik heb werk. Ik heb druk zat. Ik heb hartstikke druk. Nee, maar en je zat net heel interessant hier aan de koffie. Ja. En dat is dan jouw... Dat is het programma waar dan maak ik deze scherm in. Nou, ik vind het knap. En wanneer denk jij klaar te zijn? Ik hoop morgen. Oh, dat is goed nieuws. Ja. Oké. Okay. Ja, die meneer zegt, ik heb nog iets langer nodig. Ja, die heeft een slaapkamer voorop. Oh, en Hans gaat naar huis. Ja, maar ik heb wel gezorgd dat het licht doet, dus hij kan in ieder geval het licht. Ja, dat licht was wel komisch. Ja. In de slaapkamer doe je dan de badkamer aan. Ja. Maar dat is ook weer allemaal geregeld. Jullie kunnen dat. Doe dat ook. Nou, ik vind het echt knap hoor. Ja. Ik denk dat wij met verlengkabeltjes hadden gewerkt. Nee. Kaarsjes. Nee, leuk. Ja. Nou, succes even nog allemaal. Ja, ook hè. Jij ook. Ik doe helemaal niks. Nee, zit op mijn telefoon. Kijk dan. Ik doe helemaal niks. Kijk, dit doe ik de hele dag. Koffie drinken. Ja. Hoi, hoor, komt goed. Ik heb een voeten. Geweldig. Goedemorgen. Goedemorgen. Marco. Hallo. We hebben de buurt. Even kijken. Ja. Met... In het echt is het nog veel groter dan zo'n video. Maar je kon het vinden? Ja, in één keer. Ja. En jullie zijn vanmorgen bij het bootje wezen kijken? Nee, dat gaan vanmiddag. Oh, vanmiddag? Vanmiddag, ja. 2 uur. Dus hier vandaan nog een uurtje rijden naar Brouwershaven. Ja. En dan 2 uur is de afspraak. Misschien zou ik kijken of het iets eerder kon, maar... Ja? Nou ja, we hebben de tijd. Dus... Ja. Ja. Nou, jullie kennen Marco nog wel, hè? Ja, grappig, hè? Ja. Nou, ja, we kennen die werkboot hier. Welkom aan boord. Ja, hij is iets groter. Godzijdank. Nee, je kan je aanhouden hoor. Ja? Ja. Anders wordt het alleen maar vies. Het is even andersom. Ja, nou, we gaan even een lekker bakje doen. Heerlijk. Even binnenkijken. Ja. Oh. We krijgen bezoek. Controle. Ja, de razzia. Ja. Hey Marco. Hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Bedankt voor de mooie rondleiding. Ja. Succes met alles. Ja, precies. En Bianca, tot Horens, hè? Ja, inderdaad. En zet hem op. Leuk om even te kijken. Ja.
Leuk hoor. Ja, je kan ook denken, hier is heel verrassend. Ja. Geinig. Nou Marco, heel veel succes bedankt. Bij het kijken naar je nieuwe boot. We gaan ons best doen. Ja. Oké. Okay. En als het wat wordt, wij komen kijken. Oké, okay. Enjoy. Ja. Nou, er zijn er nogal wat, hè? Nou, Martijn is bezig met de nieuwe buitenverlichting. Ja. Hebben we er wel mooi weer bij trouwens? Zeker wel. Zeker. Maar van de week heb ik je niet buiten gezien. Nee, dat hou niet zo van buiten. Warm kachels er ook van. Nieuwe lampjes. Ja. Mooie nieuwe lampen. En deze die zijn warm wit. En die andere waren een soort TL-balk, hè? Helwit. Helwit. Vreselijk. Ja. Nou, Hans is ook nog aan het programmeren. Zeker. Laatste puntjes op de i. Ja, dat wordt een heel dingetje, Hans. Dat is een heel systeem. Want wat heb je allemaal gedaan nou, Hans? Een heleboel verlichting, een heleboel verwarming. Nou, dat is een verwarming. Voor alle ruimtes hebben we een aparte regeling gemaakt. Dus je hebt hier de woonkamer. Dan kun je hier naar de slaapkamer. Voorkamer. En dan hebben we voor de badkamer ook nog een ruimte gemaakt. Dus je kan eigenlijk alles apart bedienen op deze... Ja, klopt. En je kan ook nog zien de ketelwatertemperatuur, temperatuur van de machinekamer. En op de airco zijn ook twee sensoren geplakt. Dus die, als je straks de koppeling aanzet met airco-verwarming, dan kun je dat ook nog zien oplopen. Maar dan zie ik allemaal pagina's. Ja. Dat zijn? Dat zijn schakelaars, voor je drinkwaterpomp, vuilwaterpomp, hydrauliekpomp, dekwaterpomp. Ja. Bielspompjes kun je handmatig aan- en uitzetten. Nou ja, die staan normaal auto en die kun je dan automatisch aanzetten mocht de nood daarvoor zijn. Dan heb je energie. Oh, dat is de... Mastervolt systeem. Oké. Je kan zien of je wal hebt en of die aan het laden is. En eventueel, als je een zwakke wal hebt, dan kun je zeggen van ik zet de walstroom wat lager. Oké. En dan een druppeltje? Druppeltje, dat zijn je tanks. Oh, dat zijn alle tanks op één pagina. Ja. En we hebben nog een verlichtingpagina, maar die is nog niet helemaal netjes op deze. Dat, ga je nog aanpassen. Ga ik nog aanpassen. Dan ga ik nog netjes maken. Nou, je schiet wel lekker op. Ja, toch? Ja, helemaal blij mee. Wel leuk. Nou, Martijn is lekker aan prutsen. Hè? Lekker een lampje prutsen. Ja, het schroefje wilt er lekker niet in. Oh. Geen idee, man. Nou, hier liggen alle ringen. Allemaal RVS 316. Nou, dit is beneden deks, hè? Die hebben we net gemaakt. Ja. Dus kan ik alle lampen en spotjes beneden kan ik aan en uitzetten. Ja. En dan pagina terug. Dan heb ik... Heb je de salon en de bovendek. En dan alles aan, alles uit. Ja. Oké. En dan dus dan spiegel, dinette, salon. Nog één terug en dan heb ik de buitenverlichting. Ja. En die kan ik ook allemaal aan en uitzetten. Kun je ook allemaal aan en uitzetten, inderdaad. Oké. Dat ziet er mooi uit, hoor. Helemaal mooi. Dank je. Nou, Hans, ben je klaar zeker? Nou, dat gaat de goede kant op, ja. Ja. Nou, helemaal goed. Even kijken of ik nog wat dingetjes vind. Ik kan natuurlijk altijd nog even ergens iets... Niet helemaal mooi zijn, maar dat hoor ik altijd. En dan... Ja. Dan heb ik weer Martijn ook altijd. Dus dat, ik mis altijd wat. Dus altijd meer werk. Heel veel geld. Ja, want het is al lekker opgeruimd hier ook, hè? Ja.
Rees gewoon een beetje weg. Nou, en dan morgen nog even een beetje klussen. En maandag komen ze de vloer leggen. Tenminste, komen ze egaliseren. Mm-hmm. Helemaal mooi. Nou, Hans, dankjewel. Ja, graag gedaan. Alles werkt, hè? Ja. Dus, En als mensen dit systeem ook willen hebben, kunnen ze jou bereiken? Kunnen ze bereiken, dat kan wel via Martijn. Oké, okay. Via Martijn Mol Yacht Solutions. Ja, ja. Oké. Okay. Dan kom ik ook langs. Nou, helemaal prima, dankjewel. Ja. En wel thuis. Ja, dankjewel. En dankjewel. Doeg. Doeg. Goedemorgen deze morgen. Nou, ik ben vanmorgen al vroeg begonnen. En ik had een televisie, die heb ik op Marktplaats gezet. Die hebben ze een gratis opwezen halen, dus die is weg. Ik heb even de tafel verzet. De poot die zat niet in de midden. Dus die heb ik even aangepast. Allemaal die kleine klusjes. En nu ga ik beginnen met de televisie. Nou, ik heb in vlogs hiervoor had ik... Chromecast aangesloten. Ik had al een beugel aan de muur gemaakt. Dit is het bed zat hier. En de beugel die zou dan straks zou de televisie plat tegen de muur aan moeten zitten. Maar het voordeel van deze beugel is dat ik hem helemaal hier kan zetten, zodat ik uit bed televisie kan kijken. Dat is de langste die ze hebben. Dus ik ga deze televisie even uitpakken. En dan ga ik beginnen met installeren. Nou, hier is die. Dus zonder rand. Met hekel aan randen. Dat is je beeldgrootte. Dus ik ga hem even omdraaien. Moet je goed opletten als je een televisie bestelt, dat er een VESA-maat bij de bestelling zit. Want dit is de VESA-maat. Ik denk dat deze 20 bij 40 is. Maar als dat niet op de beschrijving staat, dan zit het er niet op. Dus dan kan je hem niet ophangen. Dus ik heb wel goed gekeken, een VESA-maat, dus ik kan nu deze beugel, die kan ik daarop gaan installeren. Televisie hangt. Dan gaan we even instellen. Nou, ik krijg net te horen dat de kussens met bekleding terugkomen. Dus ik heb alles even een beetje opgeruimd. Hier zou alles moeten komen. En hier ook. Nou, de vloer die komt volgende week. Maar het ziet er nu zo uit. Nou, ik ben benieuwd straks. Van Dreamwell. Mannen die zijn we vorige week geweest. En die hebben alles op alles gezet om het zo snel mogelijk klaar te maken. Dus helemaal geweldig. Dankjewel van Dreamwell. Die mensen zijn echt top. Echt top. Dus ik ben in afwachting van. Het is mooi weer. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw, dus we gaan het zien. Ze komen straks daar vandaan. Hey Marcel,
Hey. Ja, ik heb een hele loopplank voor jou uitgelegd. Kijk, wat een luxe. Ja, dat doen jullie voor ons ook. Nou, we hebben mooie kussens gemaakt. Ja, nou ik ben benieuwd hoor. Ja. Ja, ik denk leg de loopplank uit. Ja. Zo, de grootste. Ja. De hokker. Oh, dat ziet er mooi uit al. Ja. Oh ja, mooi hoor. Ja, ik ga het plastic gewoon oplaten. Ja, dan kan er ook geen stof op komen. Nee, precies. Mooi hoor. Ja, gaaf hè. Nou hè. Mooie kleur. Ja. Ik ben benieuwd naar de rest. Ik ga even een paar keer lopen. Dan zie je me zo wel. Ja, ik denk, ik leg even de loopplank uit. We hebben hem. Dus waarom zouden we hem niet gebruiken? Het is jammer dat Diana er niet is. Die is aan het werk thuis. Maar ja, ik kan niet alles. En ik maar een beetje klussen. Ik heb trouwens vanmorgen gratis een televisie op laten halen. En die meneer die weet precies wat ik drink. Dus die heeft een rood wijntje van mij meegebracht. Helemaal aardig. Ja, helemaal blij. De meneer was ook helemaal blij. Gratis op Marktplaats. Je hoeft niet te slepen. Gewoon gratis. Kom ze gelijk ophalen. Oh, er komt er nog een. De rondepoef. Ja joh. Dat is voor de slaapkamer denk ik. Ja. Ja, die kan ik wel even laten zien. Ja. Kijk. En het zit nog lekker ook hoor, een nieuwe schuim erin. Ja. Oh, ook nog? Ja. Zo dan. Nee, we hebben net met Diana afgesproken, die hebben we even gebeld. Dat we dit op bed gaan leggen. En als de vloer legt, dan komt Marcel terug en dan gaan we kijken hoe het allemaal staat. En dan gaat hij het erin zetten. Ja. Hè? Dat is helemaal leuk. Dan blijft het nu lekker schoon. Ja, dus nou kun je voorlopig even dreamwellen. Ja. U niet als het op bed ligt, dan kan je niet meer slapen erop. Ja, maar ik heb nog een paar bedden. Oh ja, dat is waar. Nee, ja. Maar goed. Dan zie je, oh, je gaat weer heen en weer natuurlijk. Ik ga nog twee keer lopen, denk ik. Dan heb ik het. Oh, je bent met z'n tweeën of alleen? Ja, Ruud is er ook. En die loopt steeds tot de helft. En dan pak ik de kar op. Oh. Die wist nog niet waar het schip lag. Dus... Oh, slim. Nou. Ik ga snel weer naar hem toe. Yo. Nou, dit is de kleur van de vloer. Dat past er mooi bij. Helemaal top. Wat echt een mooie lichte boot wordt het trouwens. Het is weer eens wat anders. Normaal is dat een beetje donker, maar een mooie lichte boot. Nou, ik dacht, het zijn een paar kussens, maar er komen er wel heel veel. Negen karren met spullen. Het staat helemaal vol, joh. Ja. Je krijgt er warm van. Ja. Wil je misschien koffie? Oh nee hoor, dank je. Nee of? Nee hoor. Ja, ik kan alleen koffie aanbieden, meer heb ik niet. De koelkast is leeg. Zo. Wel wel top. Handeling weer gehad. Nou, alles is weer. Alles is weer beneden en Ruud is ook in het huis. Ruud is weer in het huis. Nou, jullie hebben goed je best gedaan, Ruud. Ja toch? En dat in een paar dagjes. Ja, niet normaal. Zo. De laatste. Zo, alles beneden. Wil je koffie, Ruud? Nee, dankjewel. Nee, ook niet. Nee, ik heb bij de vorige al 2-3 bakken op. Het was gezellig daar. Ja, veel werk. Was de onderkant van die bank helemaal. Ja. Maar hij was niet los, dus ik moest alles luiken open. En, was dat schip wat hier ligt? Ja. Oh ja, ik heb het natuurlijk daar gezien. Nou. Zo. Nou, Marcel en Ruud, dankjewel. Graag gedaan. Ik zou zeggen, goed weekend. Dankjewel, leuk.
ga morgen weer het volgende bootje doen. Oh, jullie doen alleen heel veel bootjes, hè? Heel veel bootjes. Ja, hè? We staan nooit stil. En Marcel, als iemand contact op wil nemen, wie kunnen ze bellen? Of, Ze kunnen uiteraard op internet op Dreamwell zoeken in Werkendam. Ja. Dan vinden ze alle informatie over ons bedrijf. Ja. Ze kunnen uiteraard ook mij persoonlijk bellen. Oh. Ik ben Marcel van de Linden. Mijn 06 is 0631-777-399. Ah, mooi. Ja, en anders op internet is alles te vinden. Dus. Ja. Oh. Ja. Goed weekend, dankjewel voor het brengen. En dan, krijgen we nog de uitpak, de uitpakdag, hè? En de matrassendag. Ja, de matrassendag. Dan ga je echt dreamwellen. Hey, dankjewel. Ook bedankt. Doei, doei. De klusweek zit er weer op. Zondag gaan we weer verder. Ik zou zeggen, geef een duimpje, hè? Abonneer. En doei. Nou, we kunnen de gangway weer naar binnen.